Oké, what up mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ga vandaag Gio pranken. Of ja, ik ga gewoon Gio pranken. Let op. Ik heb laatst een rookmachine gekocht. En we zijn nu een broodje aan het maken. Ik ga de hele woonkamer vol laten komen met rook. Kijk hoe die reageert. Oké, kijk of het gaat lukken. Gio, ik ga gaan poepen. Ik heb tegen hem gezegd dat ik ga poepen. Rookmelder. Oh my fucking god. Als je soms even een beetje ziet zo. Dat is de rookmachine. Hij lijkt echt op de keuken in de fik staat of zo. Kijk, en hij gaat soms ook aan. Ik heb jullie hier gezet, ik weet niet of je alles goed kan zien. De keuken staat fucking blauw. Ik ga nu de rookmelder ophangen en kijk wat er gebeurt. Gio, hoorde je een piepje toen ik aan het poepen was? Jezus, het eerste wat hij doet is zijn fucking eigen camera pakken. Hi, dit is Gio. Ben jij? Nee, ik ben Gio niet. Ja. Fucking hell, jongen. Maar hoe krijg ik al die rook nu weg? Ja, dat gaat automatisch. Automatisch? Oh, wacht, doe de afzuigkap aan. Ah, for fuck's sake. Weet je met wat ik het heb gedaan? Fucking... Ja, ik kan het niet uitdoen! Denk je dat je ging poepen? Oh, ik was echt bang, gast. Ik dacht echt, dadelijk heb ik het opgefukt. Dat het mijn schuld was, zodat ik niet het overtje had opengedaan ofzo. Nou, de boosdoener, of nou, boosdoener, was dus een rookmachine. En die motherfucker, die loopt gewoon naar beneden met zijn eigen camera. Nou, zo zie je maar, YouTubers. Jelen niet naar beneden. We pakken altijd hun camera's. Wat zijn wij toch eigenlijk ook... Mag horen. Ja. Nou, dit was de prank. Ik hoop dat die is je geslaagd. Ja, ik dacht echt wel dat je zeg maar je huisje ging doodmaken ofzo. Mijn huisje ging doodmaken? Ja. Anyways, als je dit een leuke prank vond en je wilt meer, druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. En we gaan nu lekker wel een broodje eten. Want gelukkig zijn de broodjes niet aangebrand. Nee, oh, ik dacht serieus dat je allemaal opgefuckt had ook. Nee, maar zeg gewoon goed. Kijk. Eten. Lekker. Eten.